Dit is de John Rauw zoals ik hem ken van jaren geleden. Een gladde prater die waar hij ook kwam voor ellende zorgde. Boe. Nee, dit wordt niks. Laten we stoppen. John Rauw, een wolf in schaapskleren en dat al jarenlang. Met valse namen en verzonnen verhalen ligt hij mensen op voor grote sommen geld en verdwijnt dan weer met de noorderzon. Maar oplichter John Rauw is opnieuw actief onder een schuilnaam en hij maakt nieuwe slachtoffers. We beginnen met het schrijnende verhaal van slachtoffer Bob Wolters. Bob heeft een stucadoorsbedrijf en huurt een schilder in, ene Louise. Samen hebben ze grootse plannen. Maar helaas blijkt deze Louise de beruchte oplichter John Rauw. En hoe ben jij door hem opgelicht? Ik had een advertentie geplaatst dat ik een schilder nodig had. En daar heeft hij op gereageerd. Na een kennismaking wint Louise het vertrouwen van Bob. En besluit hij deze betrouwbaar ogende Louise in te huren. Maar dat blijkt de vergissing van zijn leven. Wat hij vooral gedaan heeft, is mijn klanten opgelicht. Hij is met aanbetalingen er vandoor gegaan. Hij heeft gereedschap gestolen, materialen gestolen. Eigenlijk van alles. Zodra ik er niet bij was, bleek dat hij niks deed. Dus dat hij de hele dag op zijn steigertje zat, of op mijn steiger. Die hij dus nu ook heeft. Ja, spelletjes te spelen. De oplichting begon al op de eerste werkdag. Toen vertelde hij Bob dat zijn vriendin er met een ander vandoor was gegaan. En hij geen onderdak had. Toen heb ik hem een bed and breakfast voor een aantal dagen betaald. En vervolgens heb ik hem naar een camping ingestuurd waar ik hem de camping heb betaald. En achteraf bleek dus dat hij daar samen met een meisje, dus zijn vriendin, aan het genieten was op mijn geld. Dat hij gewoon vakantie had. En omdat Bob op dat moment het beste voor heeft met zijn goede vriend Louise, helpt hij hem ook aan vervoer. Ja, het geeft vervoer. Op een gegeven moment heb ik hem wel geld gegeven om een auto te kopen. Ook dat geld is natuurlijk weg. Hij kreeg gewoon netjes van mij betaald. Ook dat geld is weg. Alles is weg. Als je alles bij elkaar optelt, om welk bedrag gaat het dan? Er komen dus 10.000, 15.000 euro's aan. Wat was het moment dat je door begon te krijgen van ja, dit klopt niet? Ja, niet. Zondags wou hij graag naar de klant van mij toe om daar aan het werk te gaan. De klant was op vakantie, die belde mij overstuur op dat hij alle spulletjes aan het inladen was en was vertrokken. Jouw spullen? Mijn spullen, ja. Heb je hem daarna nog weer gesproken? Nooit, nee. Kort daarna komt er een Facebookpagina waarin niet alleen Bob, maar ook zijn vrouw en zoontje volledig worden zwart gemaakt. Ik was de oplichter en mijn vrouw was een slet en een hoer. Mijn zoontje stond erbij op. Op de pagina staat informatie waar John Rauw zichzelf mee verraadt. Hij was de enige die wist waar ik mijn vloer in kocht. Dus hij moet die pagina hebben aangemaakt. Hij heeft zichzelf daarmee verlinkt en daardoor ben ik ook klanten kwijtgeraakt. Ja. De oplichting en de leugens van John Rauw hebben er als een bom ingehakt bij Bob. Het vertrouwen was ook in één keer helemaal weg in iedereen. Je ziet dat zo'n jongen die zo aardig en zo netjes is en zo goed overkomt, ja, dat het gewoon de grootste oplichter is. Ben je boos op hem? Ik denk dat het een understatement is. Ja. Omdat we willen weten waar deze oplichter zich bevindt, starten wij een onderzoek. En al snel krijgen wij dan van een anonieme bron te horen dat John Rauw werkzaam zou zijn op de kermis. Omdat wij te horen krijgen dat John Rauw het gemunt heeft op vrouwen van zijn leeftijd, stuur ik een collega die aan dat profiel voldoet. Ons doel is dat zij hem verleidt tot een afspraak. Al snel komen mijn collega's de attractie tegen waar hij zou werken. En inderdaad, daar zien we hem. Oplichter John Rauw. Mijn collega koopt een kaartje en gaat in de rij staan. Hoi. Nee, ik ben alleen. Ik ben alleen? Ja. Ja? Ik vind het wel spannend hoor. Oké. Wat zei je? Maar kan jij meelopen anders? Ik vind het zo eng. Ja, nou, ik vind het wel leuk als iemand meeloopt. Dan doe ik dat. Oké. Okay. Het plan lijkt te werken. Mijn collega is alleen met hem. Hij begint meteen met grote verhalen. Ik ben nou hier om een baan te helpen. Ik wou even een attractie doen om te bouwen. Ja, ik heb een bouwbedrijf, dus een horeca. Oh, oké. Okay. Ik koop oude restauranten die aan het vieren zijn. Ja. Yeah. En die verbouw ik dan. Dus, dit soort attracties kan ik naast een hobby. Ah, dat is wel leuk. Dus, ja. Maar nou viel je even in hier. Ja, het is personeel meer, dus nee. Ja, dit gebouw, ja, je laat je maat niet zitten. Dus, nee, precies. Ja. Nou, dat is wel aardig van je. Ja, dat moet wel. We weten al dat van deze verhalen niets klopt.
John Rauw probeert indruk te maken en doet dat zoals altijd met leugens. Ja, als je het leuk vindt, dan kunnen we op contact houden. Dan kun je vertellen over mijn gezien. Oké, nou dank je. Ja, ik kan je nummer opslaan. Wat is je nummer? Hoe heet je zo? Louis. Net als bij slachtoffer Bob noemt hij zich ook nu weer Louis in plaats van met zijn echte naam John. Mijn collega wurmt zich door de attractie richting de uitgang. Ja, dat was wel leuk. Ja. Nee, maar doe het. Dat hebben we net gezien. Ja, is goed. In ieder geval leuk. Ja, oké. Goed zo. Mijn collega nam op de kermis afscheid van de gewiekste mooiprater John Rauw. Maar met zijn telefoonnummer en een kans op een vervolgafspraak. Om het contact warm te houden, stuurt mijn collega een berichtje naar John Rauw. En dat heeft ze geweten. Want in de periode erna stuurt hij alleen maar teksten die over hemzelf gaan. En hij stuurt haar selfies met dit soort zelfgenoegzame blikken. Nu we John Rauw in de pocket hebben, wordt het een kwestie van snel schakelen en bereiden wij een confrontatie voor. In de tussentijd melden zich meer slachtoffers. Ook Joyce werd opgelicht door John Rauw, die zich bij haar ook Louise noemde. Hij zou haar huis opknappen, maar verdween en liet een ravage achter. Ze heeft het huis door een andere aannemer moeten laten verbouwen. Maar ondertussen is John er wel met het geld vandoor. Hij was hier een dag begonnen en ineens, patsboom, lagen de zaken lagen stil. Eén dag? Eén dag. Er was één dag gewerkt. Nou, uiteindelijk stond het hele huis natuurlijk al over kop. Alle spullen lagen natuurlijk buiten. Alles lag hier gewoon al onder de zooi, om even zo te zeggen. Toen hebben we uiteindelijk Louis te pakken gekregen. Toen kwam Louis met hele mooie praatjes. Maar goed, wij hadden zoiets, nou, Louis, je bent begonnen, ik heb je werk gezien, dat was goed. Dus kom dan alsjeblieft maar weer verder, want we moeten wat. En uiteindelijk is hij met de Noorderzon vertrokken en hebben wij nooit weer wat vernomen. En je had wel aanbetaald? Wij hadden eigenlijk al heel veel aanbetaald. Ja. Om welk bedrag gaat dat? Wij zijn in totaal bijna tussen de 4.000 en 5.000 euro kwijt. Aan wie heb je dat geld betaald? Aan Louis. Louis zonder achternaam. Hij had, dat vergeet ik nooit, hij stond in de keuken. En hij pakte zijn boekhouding erbij. Nou, er ging een hele mooie map open met allemaal facturen, met allemaal contracten die getekend worden. En toen dacht ik nog van zo, die gozer heeft het goed voor elkaar. Weet je, eindelijk gewoon een stukker die hier komt, die alles kon overhandelen. En dan dacht ik, hoe dan? Ik ben er gewoon met open ogen ingetuind. En dat vind ik nog het ergste. Ben je boos op hem? Ja, boos, teleurgesteld. Hij heeft mijn kinderen gezien. En dan denk ik van, je laat me in zo'n huis achter, in zo'n pestbende. En dan denk ik, waarom doe je een gezin dat aan? Mijn collega die met de oplichter had aangepapt, heeft een afspraak met hem kunnen maken. En dus is het tijd voor de confrontatie. We reizen af naar Leeuwarden, waar Louise, oftewel John Rauw, denkt een date te hebben met onze collega. De afspraak zal straks gaan plaatsvinden bij deze lunchroom. Maar eerst ontmoet ik slachtoffer Bob Wolters, die er vandaag graag bij wil zijn. Nou, tijd voor de confrontatie. Ja. Ben ik klaar voor? Ja. Ja. Ik heb er zin in. Je hebt er zin in zelfs? Ik heb er zin in, ja. Nou, een collega van mij, die is dus een beetje met hem aan het daten. Daar komt het op neer. Ze hebben afgesproken bij een lunchroom. En hij komt opdagen. Daar ben ik van overtuigd. Spannend. Zullen we die kant op? Zullen we doen? Graag. Ga zitten. Yes. Hey, ik heb gehoord dat hij al staat voor de lunchroom. Hij is met de fiets. Heeft hij jou al een berichtje gestuurd? Hij appt mij nu. Ben er al, maar we gaan ook om 11 open. Moet je zeggen, ben er over 10 minuten. Komt goed. Ja. Hij is er. Mooi. Dus dat is goed nieuws. Gaan we hem aanpakken. Dan gaan we hem aanpakken, ja. Dat is het woord. Ja. Ik heb zijn oude dossier er nog even bijgepakt. En als je dat dan doorneemt, dan weet je ook niet wat je leest. Ik heb het een en ander gehoord, maar ja. De namen alleen al die hij gebruikte. Juan Suwarni, John Seute, Don Juan. Ja. En bij jou heette hij Louis. Louis. Terwijl hij John Rauw heet. Ja. Toen sprak ik onder meer een eigenaar van een bed and breakfast, waar hij onder een valse naam maanden verbleef zonder te betalen. Ook werkte hij op dit schip als matroos. En ging er uiteindelijk met allerlei dure spullen en de auto van de eigenaar vandoor. Maar ik wist hem op te sporen
en de politie nam hem toen mee en hij werd veroordeeld. Maar John Rauw blijkt hardleers. Maar als je het lijstje ziet, wat hij heeft gedaan. Vals paspoort. Hij is een malafide klusjesman geweest. Ja. Hij heeft van collega's gestolen. Ja. Levenslang kroegverbod. Hij is verdacht van diefstal, van sieraden, laptops. Ja. Heeft camera's gestolen. Heeft gereden zonder rijbewijs. Heeft zijn auto's gejat. En zo kan het nog wel even doorgaan. Zware jongen. Het is een zware jongen, ja. Ja. Maar laat hem dan maar met zijn kop op televisie komen. Ja. Daar gaan we voor zorgen. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.